jongens. Ja, op naar het ideale eiland, hè, geloof ik. Eiland. Kunnen we niet gewoon twee steden maken? Ja, twee. Ja, de stedelijke omgeving. Dit wordt een beetje Randstad. Ja. Het is ook wat hoger volgens mij, hè? Ja, dan moet ook wel. Dan moet je eigenlijk nog een kerk, hè? Ik ben Maarten van Ooyen. Ik ben lijsttrekker voor de ChristenUnie Utrecht. En de ChristenUnie wil een groene, een sociale en een duurzame stad. Ik zou wel een stukje, niet, een stukje natuur, waar dan niks is, zou ik wel doen. Ik ben Eva van Es. Ik ben lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Utrecht. De Partij voor de Dieren is een partij die staat voor een duurzame, groene en diervriendelijke stad. Kijk, als je letterlijk met 2, 4, 6, 7 personen bent, dan moet je gewoon één iemand de leiding geven. Ik hoop toch wel dat we allemaal iets te zeggen hebben. Anders dan zou ik het wel een beetje een... Eén leider klinkt wel een beetje, ik weet niet. Ja, wat bedoel je met een leider? Hè? Bepaalt hij dan alles voor de rest? Of is dat zo iemand die gekozen wordt één keer in de zoveel tijd? Ik ben Mahmoud Soenger. Ik ben de lijsttrekker van DENK in Utrecht. In Utrecht staan we voor een inclusieve stad waarin iedereen kan meedoen. Ja, ik vind wel dat hij gekozen moet worden door de rest. Dus de anderen moeten hem willen. Wat je ook nog zou kunnen doen is dat zij eigenlijk belangrijker zijn in de besluitvorming en dat diegene echt de leider is. Goed idee. Daar ben ik wel voor. Ja, dit is de uitvoerende. Dit is de... Ja. De... Het is niet een te grote community, dus je zou... Ja. Ik vind eigenlijk dat die vissen gewoon weer terug de zee moeten, want die hebben het recht om gewoon door te zwemmen. Dat vind ik niet. Ik vind dat ook niet. Ze krijgen twee kokosnoten van mij. Ja. Mogen vissen meebeslissen dan? Ja. Nou, maar ik vind wel dat je de vis moet laten. Maar goed, delen. Ik zou zeggen, ik vind dat diegene wel iets meer recht heeft op de kokosnoot dan de rest. Want hij heeft ervoor gewerkt. Dat vind ik ook. Hij moet wel een bepaald aandeel afdragen. Maar verder... Nee, maar als deze persoon de timmerman is en hij bouwt al die huizen voor al die mensen, dan heeft hij toch ook niet meer recht op die huizen? Dan krijgt hij een stukje kokosnoot voor terug, hè? Ja. En dat is dat hele... Dat heet economie. Ja. Als diegene alleen maar kokosnoten plukt voor een ander... En hij mag zelf evenveel houden. Wat is er dan nog voor reden om zich voor om kokosnoot te gaan plukken? Precies, waarom zou hij zich dan gestimuleerd voelen om dat arbeid te verrichten? Ik vind dat je met elkaar samen prima een maatschappij kan creëren waarin je samen met elkaar deelt. Ja, alles is van iedereen. Ja, ik denk dat je dat in een maatschappij kunt met elkaar dan kan doen. Dan weet je één ding zeker, dan wordt er nooit meer een kokosnoot geplukt op deze manier. Ja, dat geloof ik niet. En dat weten we uit de geschiedenis. Dit leidt onherroepelijk tot spanningen. Misschien nemen ze juist hele... Wij denken zeker, meteen aan negatieve dingen. Maar je zou ook kunnen denken dat er kansen komen, weet je wel. Je kunt ze hebben ook de zeebevaren, ze hebben in ieder geval schepen. Ja, precies. Ze hebben de maatschappij... Een beetje vissen. Ze hebben de maatschappij verrijkt. Ja. Volgens mij zijn wij het erover eens dat ze... Mee mee. Ja, zeker. Ja. Wordt het druk op het eiland? Eiland is vol. Laten we ervan uitgaan dat ze komen. Wat doe je dan? Dan kan je met z'n allen zeggen van we gaan een front vormen, we gaan ze bestrijden. Ze zijn niet welkom. Dat is ook maar de vraag. Kijk, als zij met meer zijn dan wat hier is, dan kun je bijna niet het machtssysteem in stand houden. Ik denk dat we dit gedeelte van het eiland ook gewoon moeten bevolken. Bevolken. Ja, maar dan gaat dus je eiland, dan heb je dus straks geen natuur meer, hè? Het moet niet een soort van logica worden dat je overal gevolgd wordt. Overal gevolgd wordt omdat dat... Dus de mate van onveiligheid of de mate waarin er wordt gestolen op een eiland, dat is wel belangrijk om mee te nemen in de overweging of je wel of niet een camera plaatst. Ja, en dat je dat dan dus ook... Ja. Ja, en ik zou zeggen, voor een moment. Laten we eerst even een politieagent aanstellen in plaats van een camera. Zullen we daarmee beginnen? Op deze manier nadenken over macht en machtsverhouding is natuurlijk heel anders dan wat wij normaal te doen in de gemeenteraad. Er groeien wel echt een soort gewetensvragen af en toe. Mahmoud en ik zeiden allebei gewoon vissen en er moet ook iemand over zee kunnen zelfs. Hè. Over het algemeen had ik wel het idee dat Maarten en ik vaker op één lijn stonden inderdaad. Wanneer het gaat met name over het verdelen van goederen. En dat volgens mij het moeilijkste was om die natuur te bewaken. En zo uit te leggen dat die natuur
er niet hoeft te wijken omdat er dan mensen komen. Nu krijg je echt het dilemma in zijn meest kale vorm gepresenteerd. En dat leidt wel tot mooie verschillen van inzicht.